Gaan de mensen trouwens tol betalen als ze door de tunnel moeten? Ja, dat zit in deze plannen. Wel totdat het bedrag is opgebracht wat er voor nodig is. 315 miljoen. Voor personenauto's zo net iets meer dan een euro. En voor de vrachtwagens net iets meer dan 7 euro. En als dat bedrag binnen is, dan houdt het ook op. Dus uiteindelijk wordt hij wel ook weer een keer tolvrij.